Ja, ik heb echt een hele bijzondere ervaring gehad door mee te gaan op deze driedaagse huttentocht van Jonas. En het was echt onvergetelijk. Heel bijzonder. Zwaar, maar ja, heel bijzonder om dit met zo'n groep samen te doen. En onder begeleiding van Jonas. Nou, ik dacht vooraf van ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. En zo was het eigenlijk steeds. Je keek dan naar die prachtige vergezichten en dan dacht je, wow, het hoog. Gaat dat wel lukken? Maar uiteindelijk kom je steeds weer verder en hoger en bereik je op een gegeven moment de top. En ja, dat is zo fantastisch. En dan ja, voel je je zo trots en ook op de groep van wauw, we hebben dit gewoon met elkaar gedaan. Ja, dat geeft zo'n te gek gevoel. Ja, het was heel bijzonder om te ervaren dat er heel snel al een soort ja, gevoel van saamhorigheid ontstond. Van ja, we doen dit met elkaar en we zorgen voor elkaar, we kijken naar elkaar om. Ook al kennen we elkaar nog niet zo goed, maar ja, je deelt ook met elkaar een kamer en je zit allemaal in een soort van oncomfortabele situatie, omdat je in een stapelbed ligt en ja, dat is toch gewoon allemaal anders. Ja. En het is mooi om te zien wat er dan ontstaat in zo'n groep. Ja, de begeleiding vond ik heel erg prettig. Het was, er was ook een professionele berggids was er mee en die wist ook heel veel te vertellen over de omgeving, over de mooie bloemen die we allemaal zagen en de mooie planten. En dat was heel erg leuk. En ja, natuurlijk Jonas die iedereen de support gaf die ze nodig hadden en ook het vertrouwen. En je kan dit. En het is dan mooi om te zien wat dat doet met mensen, ook al zitten ze er helemaal doorheen. Ja, toen we eenmaal op de eerste dag bij de hut aankwamen, toen vertelde Jonas ons ook van, nou, kijk eens even waar jullie, op welke top jullie hebben gestaan. En dat, ja, dat geeft zo'n enorm gevoel van trots en van, nou, we hebben dat gewoon gedaan en we hebben daar gestaan. En we hebben helemaal dat stuk, die afstand hebben we helemaal afgelegd, ook weer naar de hut. Ja, dat is super gaaf. We hebben zulke mooie vergezichten gehad, mooie natuur, heel wisselend ook, van heel groen tot heel kaal, alleen maar bergvlaktes, heel afwisselend, heel mooi.